Hoi, vandaag gaan we een van deze kastdeurtjes onder handen nemen. En ik ga hem een heel andere look geven met behulp van bladzilver. In de zogenaamde fer églomisé techniek. We beginnen natuurlijk met het verwijderen van overbodige dingen, zoals de knopjes en het hang- en sluitwerk van deze oude deurtjes. Want die hebben we straks niet meer nodig. Even de gaatjes vullen en vooral, heel belangrijk, het glas goed ontvetten. Ik ben van plan om een roedeverdeling te gaan schilderen op het glas. En hier ben ik nu alles aan het opmeten. Aan de goede kant van het glas, dat wil zeggen waar je straks tegenaan kijkt. En dat is niet de kant waar ik zo meteen op ga werken. Ik gebruik hier gewoon een whiteboardstift voor. Want dat kan ik dan later heel gemakkelijk met een doekje weer afvegen. De velletjes bladzilver die ik ga gebruiken zijn 14 bij 14 centimeter. Dus ik zorg ervoor dat mijn ruitjes net een stukje kleiner zijn. Dan is het nu tijd om het deurtje om te draaien, want de hele techniek gaat worden aangebracht op de achterkant van het glas. Dankzij de hulplijnen die ik aan de voorkant van het glas heb getekend, kan ik het nu allemaal heel gemakkelijk afplakken met tape. Met een zachte synthetische penseel ga ik nu de middenbaan als eerste schilderen. En ik doe dat met Abondanza krijtverf in de kleur black. Direct daarna, terwijl de verf nog nat is, verwijder ik heel voorzichtig de tape. Als de middenbaan droog is, is het tijd voor alle dwarsbalkjes. Dat doe ik gewoon precies op dezelfde manier. Ik lijk hier misschien wel een beetje een pietje precies, maar het is wel super belangrijk dat die lijnen die je schildert, dat die heel goed dekkend zijn en helemaal scherp. Want anders ziet het er straks aan de voorkant helemaal niet goed uit. Als alle latjes klaar zijn en droog, dan wordt het tijd om een verweerd effect aan te brengen. En dat doen we met krijtverf, ook weer in de kleur black. En dat verdun ik met water. Zo krijg je een beetje een dunner mengseltje. En dat ga ik spetteren, gewoon op de manier zoals je dat vroeger op de kleuterschool hebt geleerd. Ik gebruik een stencilkwast. Dat is heel stug, maar je kunt ook een oude tandenborstel gebruiken. Dat werkt ook heel goed.
Het is ook heel mooi om hier en daar wat grotere vlekken te maken. Ik doe dat graag gewoon met mijn vingers. Ja, met een handschoentje in dit geval. En die plekjes die verzacht ik dan weer met een doekje. Je kunt ook een sponsje gebruiken. En op deze manier creëer je die zwarte vlekken die je ziet op verweerde antieke spiegels. Als je klaar bent met alle spettertjes en vlekjes, dan wordt het tijd om het bladzilver aan te brengen. En hiervoor hebben we verguld lijm nodig. En om nou een verweerd effect te krijgen, doe ik dat niet netjes met een kwast, maar met een sponsje. Dan krijg je een onregelmatig lijmlaagje, zodat ook later het bladzilver niet overal goed vastplakt. Zoals je ziet is de verguldlijm wit. Kun je goed zien wat je doet. Maar daar hoef je niet van te schrikken, want het droogt namelijk helemaal transparant op. Daar zie je helemaal niks meer van terug. Een ander voordeel is dat het ook heel erg lang kleverig blijft. Je hoeft je dus niet te haasten, je hebt echt alle tijd. Hier kun je heel goed zien hoe handig het is dat ik die ruitjes precies een stukje kleiner heb gemaakt dan één velletje bladzilver. Want nu kan ik op ieder ruitje gewoon precies één velletje kwijt. Valt je misschien ook op dat ik het bladzilver in het boekje houd terwijl ik het aanbreng en dat ik er dus eigenlijk niet met mijn handen aankom. Dat heeft een aantal voordelen. En eentje daarvan is dat de kans veel kleiner is dat ik het velletje bladmetaal beschadig. Een ander voordeel is dat de zuren die toch altijd in je huid zitten niet op het bladmetaal komen en dus dat je minder snel oxidatie krijgt. Zo blijft het langer mooi. Hier zie je dat er toch hier en daar wel wat gaatjes en kiertjes ontstaan. Maar dat is helemaal niet erg, dat komt later helemaal goed. Als al het bladmetaal is vastgeplakt, moet het goed worden aangedrukt. En dat doe ik hier met behulp van een vel bakpapier. En daaroverheen wrijf ik het allemaal vast met een doekje. Daarna veeg je al het loszittende bladmetaal weg met een kwast. En omdat ik onregelmatig lijm heb aangebracht, krijg je dus ook een onregelmatig effect. Ten slotte wordt nu het geheel helemaal afgedekt, helemaal dekkend geverfd met opnieuw krijtverf in de kleur black. En je kunt je waarschijnlijk wel voorstellen dat al die plekjes waar nu geen bladzilver zit, straks aan de voorkant een zwarte achtergrond krijgen. Dat zijn dus die verweerde plekjes, zoals je dat ziet op hele oude, antieke spiegels. En dit is dan het spannendste moment, want nu kan je zien wat het eindresultaat is. Je ziet dat de banen, zwarte verf, de roedeverdeling heel mooi strak is, dus daar ben ik heel blij mee. En nu ga ik me nog bekommeren om de voorkant. Die kozijnen die nu nog licht grijs zijn, die krijgen ook een zwart kleurtje.
De voorkant van de deur werk ik af met dezelfde kleur, dus Abondanza krijtverf in de kleur black. Hier kun je heel mooi die markeringen zien die ik met de whiteboardstift heb gemaakt op de voorkant van het glas. Die hebben we nou niet meer nodig, dus die kan ik heel gemakkelijk wegvegen met een doekje. Het allerlaatste wat ik ga doen, de finishing touch, is nog even een laagje antiek was aanbrengen over de zwarte krijtverf. Ik boen de waslager nog even stevig op, dan krijgt hij een subtiele, zachte glans. En dit is dan het eindresultaat. Heb je vragen? Laat het me dan gerust weten in de comments. En vond je dit een leuke video? Doe dan even een duimpje omhoog en abonneer je op ons kanaal, daarmee help je me echt enorm. Alvast bedankt en tot de volgende!